Hallo, ik ben Jos Sliedrecht, 49 jaar. Ik ben in 90 komen werken bij Danone Kuik. Begonnen bij de technische dienst. Daar heb ik tot halverwege 90 gewerkt als onderhoudsmonteur. En daar 95 ben ik storingsmonteur geworden voor de productieafdelingen. In 2000 ben ik teamleider geworden van een productieafdeling. Daar heb ik leiding gegeven aan 13 operators van de poederproductieafdeling. Halverwege 2011, mei, ben ik weer teruggegaan naar de technische dienst. En daar heb ik een leidingfunctie aanvaard van Tasser, dat wil zeggen Technical Area Supervisor. En ik ben verantwoordelijk voor alle correctieve storingen en preventieve storingen van de productieafdelingen. Daarbij stuur ik de storingsmonteurs aan en de dagdienstmensen aan die voor de technische dienst werken als onderhoudsmonteur. Ik heb het hartstikke goed naar mijn zin en meerdere collega's van mij. Elke dag is niet hetzelfde. Je kan je creativiteit in kwijt en het is zeker niet eentonig. Er zijn heel veel zaken die op je pad komen waar je ook inderdaad creatief mee om moet gaan. En door middel van de communicatie die er is binnen het bedrijf en mensen die open zijn en commitment en empowered, laat ik het maar zo zeggen, bereiken we heel snel het doel die we willen bereiken. Dus absoluut een fijn bedrijf om te werken en dat kan ik ook zeker aangeven dat dat de gemiddelde leeftijd hoog ligt en dat mensen al jaren hier binnen het bedrijf werken en dat er niet zo'n groot verloop is binnen het bedrijf. Dat wil gewoon wel iets zeggen. Het is een hartstikke leuk bedrijf om te werken.